Sue en de ruimtewezens. De ruimte is wel heel erg groot. Misschien bestaan ze wel echt. En zijn ze aardig? Oh, ik denk het wel. En ze willen vast alles over zebra's leren. Cool. Nou, zolang ze er nog niet zijn, gaan we lekker spelen, Elsie. Oh, heel goed, lievers. Veel plezier. Huh? Hey! Daar komt-ie. Wauw, zag je dat? Ja! Wauw! De ruimtewezens komen eraan. Ik ga opa halen. Opa, kom snel. Ze komen eraan. Ik zag een ruimteschip. Weet je dat zeker, Zoe? Misschien was het wel gewoon een vliegtuig. Nee, het zag er niet uit als een vliegtuig. Kom nou, opa. Hij vloog die kant op. Wat zijn jullie nou aan het doen? Mam! Er vloog een groot ruimteschip met ruimtewezens erin. Nou, ik zie hem niet hoor, Zoe. We moeten hem gaan zoeken. Nu meteen. Ik wil vriendjes met ze worden. Misschien mogen we in een ruimteschip vliegen. Mag ik mee gaan zoeken, mam? Als Sue's opa meegaat wel. Oké, mam. Veel plezier. Oh. Kom mee, dan maken we lekkere hapjes voor ze. Ik hoop maar dat die ruimtewezens trek hebben. Oh, vast, oma. Want ze komen van heel ver. Die hebben reuzenhonger. Oh. Wat is er nou, Sue? Wat moet ik straks tegen ze zeggen? Zeg ik dag, meneer ruimtewezen? Of mevrouw, of... Oh, tja, ik denk dat wel netjes zou zijn. Hallo, ik ben Sue. Welkom op aarde. En dan een buigetje erbij. Kijk zo. Huh? Oh. Prachtig. Heel goed. Zo wil iedereen graag begroet worden. Mooi. Kom mee, Elsie. We gaan opa mee vragen. Opa, we hebben de boterhammen. Ha, Sue. Hier is je ruimtewezenspeurdoos. Een ruimtewezenspeurdoos? Fotocamera, een videocamera, verrekijker, een vergrootglas en een schrijfblok en potlood. Bedankt, opa. Kom, Elsie, ruimtewezens zoeken. Ja! Zouden ze misschien een beetje bang voor ons zijn? We moeten ze laten zien dat we vriendjes willen worden. Maar waar zijn ze dan? We moeten hun sporen zoeken, net als in de film. Oh, misschien heeft de ruimteschip ook sporen achtergelaten. Ik zie hier niks. Helemaal geen spoor. Tijd voor een plan. Probeer jij ze hiermee te filmen, Elsie. En opa, jij kijkt met deze verrekijker of ze ver weg zijn. Goed idee, Sue. Dan maak ik foto's en aantekeningen. Kom mee, deze kant op. Wel stil zijn hoor, anders schrikken ze. Oh, wat was dat? Oh, kijk daar, Sue. Ik zag die bosjes bewegen. Wauw, misschien zijn dat ze. Wat gaaf. Voor het eerst ontmoet een zebra een ruimtewezen. Oh. Oh.
Misschien zijn er geen voetafdrukken, omdat ze boven de grond zweven. Dat zou pas cool zijn. Of ze zitten in de boom. Ze kunnen overal zijn. Huh? Misschien tussen de bloemen. Ik heb een keer een film gezien waarin ze dol waren op bloemen. Of ze zijn van kleur veranderd. Dat deden ze in die film ook. Gekleurd in ruimte deel 4. Oh ja, die heb ik gezien. Ze hadden dezelfde kleur als de bloemen. Ik weet het nog. Ze vonden de geur zo lekker. Oh, dan zouden ze het hier heerlijk vinden. Dit gezoek. Ja, ik lust ook wel wat. Laten we hier picknicken. Misschien ruiken de ruimtewezens het eten en komen ze erbij zitten. Ja! Ja. Misschien zijn ze schuw, maar kunnen we ze horen? Oh nee, ik heb de camera bij de boom laten liggen. Kom gauw! Elsie! De camera draait nog. Misschien heb je ze gefilmd. Uh-oh. Hoorde je dat? Dat is een ruimteschip. Ruimteschip gehoord, niet gezien. Waar zouden ze heen zijn? Misschien zitten ze op de schommel. Of in de draaimolen. Kom mee, naar de speeltuin. Zien, dat zilveren ding. Dat beweegt. Dat is er eentje. Wel wat klein voor een ruimtewezen. Pok heeft een stuk ruimteschip gevonden. Huh? Een foto genomen van een stuk ruimtepak. Wat was dat? Snel, verstoppen! Hey, Sue. Elsie. Oh. Hoi, Zack. Ik dacht dat je uit de ruimte kwam. Ik heb een groot zilveren ruimteschip gezien. Waar? Waar zag je dat? Hij was net nog daar. Hé, hey, daar voelt Pok dat stukje van het ruimtepak. Cool. Hallo. Hoi, oom Xavier. Zoek je ook naar ruimtewezens? Zack en meneer Zoe hebben een ruimteschip gezien. Dat is geen echt ruimteschip, Sue. Hij ziet er misschien zo uit, maar het is eigenlijk een luchtballon. Hij is waarschijnlijk losgeraakt. En ik wil hem graag terug. Ik heb overal gezocht. We hoorden wel een soort woesh geluid. Net als een ruimteschip. Ballonnen zeggen geen woesh. Oh, maar misschien is hij lek dat de lucht eruit stroomt. Dat verklaart dat geluid. Maar, en dit dan? Dat is inderdaad een stukje van de ballon. Dus het is niet echt. Er zijn helemaal geen ruimtewezens. Nee, vandaag niet, Sue. Kijk, daar is hij. Daarboven. Mijn ballon. Mijn ballon. Hou mijn ballon tegen. Help. Help, oom Xavier. Jongens, bedankt zeg. En voor jullie hulp nodig ik jullie uit voor de ballonnenshow. Ja! Yeah! Kom eens dichterbij, jongens. Ik heb een verrassing. Hier zijn mijn vriendjes uit de ruimte. Hallo, ik ben Sue. Welkom op de aarde. Oh, kunnen ruimtewezens dansen? Hallo, Sue van de aarde. Ik ben... Wow. Tante Zelda. Wow. Zinnia. We maken reclame voor de Zebra Ruimteclub. Wil jij daar niet bij? Oh ja. Ik ook. En ik... Nu zijn jullie
alle drie ruimtezebra's. Ja! Hopelijk komen er ooit echte ruimtewezens. En als dat zo is, ben ik er klaar voor. Zoe speelt verstoppertje. Zoe! Hey Elsie, wat toevallig. We wilden net gaan spelen. Super! Welk spel? Een spel dat draait om concentratie, geduld en sluwheid. Verstoppertje! Ja! Kennen jullie de regels? Leg ze maar even uit, opa. Elsie weet ze vast niet meer. Ik vergeet soms ook wel eens wat. Maar het is niet moeilijk. Iemand is hem, die sluit zijn ogen en telt tot 20, terwijl de andere spelers zich verstoppen. En die moet ze dus gaan zoeken. Inderdaad. Goed, wie wil hem het eerste zijn? Ikke. Oh, ik moet hem zijn. Waarom jij? En Elsie niet? Omdat ik heel goed kan tellen. En ik zoek graag dingen. En Elsie is goed in verstoppen. Goed, oké. Maar we spelen wel 2 rondes. En de prijs gaat naar de winnaar. Oké, ik begin met tellen. 1, 2, 3. Ik verstop me achter de schutting. 6, 7, 8, 9. En 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas maar op, ik kom eraan. Gevonden. Haha, zo snel. Ja, en dan nu alleen opa nog vinden. Ja. Waar zit hij? De scheur. Waar heb ik hem gelaten? Opa, wat doe je nou? Oh, ik ruim hier wat op. Mijn gereedschap ligt door elkaar en... wat doen deze zwarte doeken hier nou? Maar je zou je toch gaan verstoppen? Wat? Ach ja, helemaal vergeten. Toch heb ik je gevonden. Het was niet moeilijk met al die herrie hier. Maar ik heb gewonnen. Ja! Krijg ik nu de prijs? Ho, even Zoe. We zouden 2 rondjes doen. En nu is het mijn beurt om hem te zijn. Ga je maar verstoppen. 1, 2, 3, 4. Goed, waar gaan we ons verstoppen? 6, heb jij een idee? Ja, in mijn huis. Kom snel mee. Waar kunnen we ons nou verstoppen? Dat is veel te klein voor ons tweetjes. Ook niet op onze hurken. Dat kunnen we proberen. Pok, kun je ons nog zien? Pas maar op, ik kom eraan. Dit ziet opa meteen. Maar waar dan wel? Oeh, ik weet wat. In Omieder kamer. Achter de gordijnen. Ja, kom mee. Hallo, lieve kinders. Wat leuk om jullie te zien. Lief om eventjes op bezoek te komen. Omi, geen tijd voor kusjes. We moeten ons verstoppen. Snel. Ik kom, hoor. Snel, je opa komt eraan. Ja, oh, in dat geval, kom maar gauw binnen. Perfect. Ik zal niks zeggen terwijl jullie je verstoppen. Hier vindt hij ons nooit. Waar is Pok? Speelt hij ook mee met jullie? Oh ja, natuurlijk. Sorry, Pok. Hier kom ik. Alles goed daar? Niet te krapjes? Nee hoor, prima. Sst, Omi, opa komt eraan. Straks verraad je ons nog. We moeten echt heel stil zijn, anders vindt hij ons. Oh, in dat geval zeg ik al niks meer. Oh, wat onbeleefd. Ik had moeten vragen of jullie chocolademelk willen. Nou, willen jullie? Nee, Omi. We spelen verstoppertje. Oh, dat is ook zo dom van me.
Maar weet jullie het zeker? Mijn chocomel is echt heerlijk, hoor. Als ze zo blijft praten, dan vindt opa ons je natuurlijk meteen. Ik ben er al, hoor. Weet je wat? Ik schenk jullie allebei een lekkere warme chocomel in. En ook eentje voor opa, voor als hij dadelijk komt, hè? Volgens mij weet ik waar die twee kleine zebra's zich verstopt hebben. Gevonden! Huh? Mm. Deze tel niet, opa. Omi heeft je geholpen. Ik, hè? Mogen we nog eens? Vooruit dan maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar kunnen we ons verstoppen? Zullen we naar mijn huis gaan? Oh ja, daar gaat opa ons natuurlijk nooit vinden. Sorry voor de rommel. Nee joh, kunnen we ons juist beter verstoppen. Laat me raden. Spelen er soms twee kleine zebra's verstoppertje? Ja, maar waar? Even denken. Ergens op je kamer? Doe maar heel zachtjes. Dan doe ik alsof ik jullie niet heb gezien. Bedankt, mam. Huh? Oh! Wat is jouw kamer netjes? Ja. Wat dacht je van daar? Ja. Ga jij maar voor, Bok. Volgens mij zie ik daar een aanwijzing. Binnen! Hallo! Je hebt zeker niet toevallig zomaar twee kleine zebraatjes gezien. Of misschien wel soms. Oh, kijk eens aan. Dat is echt een prachtig portret, zeg. Het lijkt precies. Nou, ik heb ook wel een heel geduldig model. Een spiegel. Tja, zonder dat is een zelfportret wel erg moeilijk te maken. Maar vasthouden en schilderen tegelijk is ook best lastig. Daar kan ik je vast wel bij helpen. Dat zou erg aardig zijn. Hoe lang zitten we hier nu al? Al eeuwen. Zullen we stoppen? Nee. Opa zei toch, om te winnen moet je geduld hebben. En ik wil die prijs winnen. Ik ook. Wat doet je opa toch? Misschien is het weer eens vergeten. Zullen we de deur op een keer zetten? Kijken wat hij doet? Oké. Zo, goed. Eens kijken. Tada! Zo hoef je hem niet langer vast te houden. Oh, bedankt. Echt geweldig. Opa, wat doe je nou? Je zou ons moeten zoeken. Verstoppertje, weet je nog? Sorry, lievers. Als ik begin te klussen, vergeet ik de rest gewoon. Ja. Oké. Het spel is voorbij. Is iedereen er? Ja! Eens kijken. 1, 2, 3. En aangezien ik jullie niet heb gevonden, hebben jullie gewonnen. Ja! Ja, heel goed verstopt, hoor. En jullie waren erg geduldig. Dat verdient een prijs. En dat is... Ja! De prijs is... een portret van de verstopkampioenen. Ja! Ja! En ik heb een geweldig idee voor de kostuums van de verstopkampioenen. Kijk eens aan. Die is klaar.
En is hij mooi geworden? Wauw! We zien er echt uit als verstopkampioenen. Want wij kunnen echt supergoed verdwijnen. Oh, waar zijn ze gebleven? Oké, dat wordt dan weer zoeken. Hier zijn we! Zoo en het zandkasteel. Wat een prachtige dag voor de zandkastelenwedstrijd. Ik ben zo benieuwd naar alle zandkastelen. En ik ben de jury. Je doet het vast heel goed, oma. Laat je mij winnen? Zoe? Het was een grapje, oma. Kom mee, Pok. Dan halen we mijn emmer en een schep. Kijk eens aan, Zoe. Bedankt, opa. Oh, en deze hier heb ik nodig. Kom mee. Dankjewel, Zoe. Ik bouw een groot zandkasteel met heel veel torentjes. Ik maak denk ik een sprookjeszandkasteel. Goed idee, ik ook. Oh. Ik ga de mijne versieren met schelpjes. Ja, ik ook. Ik heb nog meer versiering bij me. Oh. Onze Zinnia is toch zo creatief. Ze heeft zandkastelen gebouwd. Kind, werkelijk prachtig. Dat geloof ik best. Maar ik verwacht dat alle zandkastelen prachtig zijn. Ik ga mijn allermooiste zandkasteel bouwen. Mooi. De zandkastelenwedstrijd kan beginnen. Oké, allemaal. Veel plezier. En vergeet niet dat je je zandkasteel kunt versieren waarmee je maar wilt. Je hebt tot vanmiddag de tijd. Daarna is er een picknick. Ja! Yeah! Oh, en geen hulp van volwassenen. Klaar? Oh nee, ik heb mijn schep verloren. Hoe kan ik nu een zandkasteel bouwen? Je kan een schelp gebruiken, maar dan moet je wel een grote vinden. Dat is een goed idee, opa. Nee, te klein. Bedankt, Pok. Nee, te klein. Perfect. Oh, allemaal kleine beestjes. Oh, ja. Dat is interessant. Ik ga straks wel kijken. Eerst moet ik een wedstrijd winnen. Willen de volwassenen onthouden dat het verboden is om de kinderen te helpen? Goed zo, Elsie. Je zand is veel te nat, Zoe. Doe er wat droogzand bij. Dat is beter, Zoe. Goed zo. Ik help hem niet echt, hoor. Ik weet heus wel dat dat niet mag. Mm. Mijn kleine Zinnia is toch zo handig. Zelfs met zand. Ze gaat dit zeker winnen. Ja, Zelda, maar het gaat niet om het winnen. Het gaat erom dat de kinderen plezier hebben. Ik ben al lang blij met een dagje aan zee. Oh, en een leuke picknick. En nu mijn verrassing. Oh. Elfjes van mijn sprookjeskasteel. Excuseert u mij, scheids. Mag het speelgoed worden gebruikt? Oh ja, ik zei net al, je mag ze versieren waarmee je maar wilt. Rustig maar, Zinnia. Ik haal wel wat mooie lichtjes uit de winkel. Daar is geen tijd voor, papi. We hebben nog maar tot de middag. Ik help je wel, poppedijtje. Oké dan. Volwassenen mogen wel een beetje helpen.
Oh, mooi zo. Kom op, Sue. We bouwen samen een zandkasteel. Wat kan ik doen, Elsie? Nog wat schelpjes erbij zou mooi zijn. Oké. Bedankt, Mam. En dan maken we hier een mooie slotgracht, Zek. Dat is een goed idee, pap. En onze slotgracht komt hier, Zinnia. Hij moet nog versierd worden. Hé, hey, gebruik je schelp, Sue. Daarmee moet het echt gaan lukken. Oh, dat is mooi, opa. Oh. Oh, dat kan jij ook doen, Zek. Dan maak ik de gracht wel af. Oké, pap. Hey, zo is het wel genoeg. Zijn jullie soms vergeten dat dit voor de lol is en dat alleen de kinderen een prijs kunnen winnen? Maar de gracht is nog niet klaar. Oh, jawel hoor. Oh. Sorry, we mogen niet verder helpen, Sue. Dat geeft niet, opa. Ik red me wel. Perfect! Dat is nou mijn Zinnia, zo'n snelle denkster. Opa, ik heb iets nodig om mijn kasteel anders te maken dan dat van Elsje en Zinnia. Maar Sue, jij hebt hier geen speelgoed. Ik vind die rotsboel daar zo mooi, met die beestjes. Zal ik er zo in maken voor mijn kasteel? Oh, dat is nog eens een goed idee. Ik heb iets nodig om het water tegen te houden. Bedankt, Mam. Hij is klaar, opa. Dan ga ik nu naar de rotsboel. Ik leen deze zeester. En deze schelp hier. Ha, dat is een mossel, Sue. En dat is een oester. En dat is een visje. Dat weet ik wel, opa. Er moeten nog stenen in. Nu breng ik alles naar mijn rotspoel. Zinnia, echt geweldig. En dan nu een foto van onze terechte winnares. Oh, Poppy, wat doe je nou? Oh, sorry, hartje. Ik maak het wel weer goed. Je kunt alles krijgen wat je maar wilt. Het geeft niet, papi. Je deed het niet expres. Maar nu kan ik niet meer meedoen. En ik heb niet genoeg tijd om een nieuwe te bouwen. Zinnia, we kunnen wel samen meedoen als je dat wilt. Oh, fijn, Sue. Dat vind ik leuk. Dat is erg aardig van je, Sue. Wat mooi, Zek. Goed gedaan. Dank u wel. Die elfjes staan prachtig op je kasteel, Elsie. Dank u. Wat een mooie kleine rotspoel, Sue en Zinnia. Bedankt. Die slotgracht vind ik ook heel mooi. Ja. Jullie mogen stoppen. Ik ga vertellen wie de winnaar is. Bedankt, iedereen. Jullie zijn natuurlijk allemaal winnaars, maar de prijs gaat naar Elsie. Ja! Oh! Goed gedaan, lieverd. Volgende keer beter. Dat is echt een heel mooi sprookjeskasteel, Elsie.
Bedankt, Zinnia. Xavier, moet je dit nou toch zien? Papi! Dat kwam door die krab. Kijk. Kom terug! Kom terug! Kom terug, jij! Zoe en de tovenaar. Huh? Wat ben je aan het doen, opa? Oh, ik ben bloemen aan het planten, Zoe. Welke bloemen? Dit zijn gardenia's. Mooi zijn ze, hè? Mam zei ja. Ik mag de hele dag bij jou spelen. Hoera! Wat gaan we doen? Zullen we dat spel doen waarin een stoere ridder de prinses redt die gevangen zit in een kasteel? Goed hoor, maar nu ben jij de prinses. Ik? Een prinses? Zie ik eruit als een prinses? Nee, niet echt. Maar ik wil ook wel eens ridder zijn. Waarom zijn jullie deze keer dan niet allebei ridder? Goed idee, opa! Ja! Mooi. En dan weet ik nog wel iets waarmee we van jullie echte ridders kunnen maken. Wachten jullie maar even, ik ben zo terug. Ja! Ja. Hij is hier, Elsie. Huh? Opa, je zou zo terug zijn. Sorry, kinderen, maar ik heb helaas niet kunnen vinden wat ik aan het zoeken was. Abracadabra! Opa, waar komen die vandaan? Weet je, jouw opa is eigenlijk een machtige tovenaar. En u hebt 2 ridderhelmen getoverd. Dat klopt. 2 ridderhelmen voor 2 moedige ridders. Tadaa! Oh, wat mooi! Wow, met deze helm zijn we de beste ridders van de wereld. Maar wie gaan we nu redden? Oh ja, nu hebben we geen prinses. Maar ik denk dat ik nog wel iemand weet die gered moet worden. Volgens mij zit er een sprookjeskoningin gevangen in dit betoverde kasteel. Een sprookjeskoningin? In het huis? Het kasteel? Ja. Het is de sprookjeskoningin met een gouden cape. Een koningin redden? Wauw! Dat vind ik echt een hele mooie opdracht voor ons ridders. Maar waarom zit de koningin dan gevangen? Omdat zij de beste kok van het land is en de boze tovenares haar recepten wil hebben. Maar helaas, zelfs met mijn magische krachten zal ik de koningin nooit kunnen redden uit de handen van de boze tovenares. Willen jullie 2 moedige ridders mij misschien helpen? Ja! Maar denk niet dat dit een gemakkelijke opdracht is, want om bij het kasteel te komen, moeten jullie eerst nog zien te ontsnappen aan de hongerige krokodil. Hap. 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 Niet over het gras lopen, want dan bijt de krokodil je. Hup. Voorzichtig, opa. Straks bijt hij je nog. Wow, die krokodil heeft echt trek. Help, zo, ik lig in het water. Help, 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 help. Hij slokte ons bijna op. Oh nee, de ingang van het kasteel wordt bewaakt door een grote gevaarlijke draak. Maar hij slaapt. We mogen hem niet wakker maken. Oh nee, de draak is nu wakker. En hij spuwt vuur. Oh, hij klinkt hongerig. Hij wil ons straks vast als lunch. Ik
kip iets dat ons kan helpen. Wat dan? Drakenvoer. Gevaarlijke draak. Mogen we er langs? En mogen we dan het kasteel in? Ho, je hebt een vriend gemaakt, Sue. Misschien kan hij ons helpen met onze missie. Goed idee, opa. Draak, help je onze koningin te bevrijden? Nog een klein stukje. We zijn al bijna bij de kamer waar de koningin opgesloten zit. Oh, de kamer is leeg. Hier ligt de gouden cape. Is die van de koningin? Oh, dat weet ik wel zeker. Maar waar zou ze toch zijn? Opa Tovenaar, je zei toch dat ze een hele goede kok is? Oh, wacht, natuurlijk. Dan is ze in de keuken. Dat zou kunnen. Naar de keuken, kinderen. Mijn koene ridders. Oh nee, daar is de tovenares. Snel, verstop je. Oh, ze verandert ons in steen met haar toverstaf. Verstop je snel achter mijn tovercape. Oh, wat zijn jullie? Oh. Dat scheelde niets. Kom maar gauw mee. Als de koningin in de kasteelkeuken gevangen zit, wordt het nog een hele klus om haar te bevrijden. De deur zit op slot. Waar zijn de sleutels? Ik zie ze. Ga ze maar pakken, dan hou ik de wacht. Te hoog. Hoe gaan we dit doen? Natuurlijk, Bok. Onze draak kan helpen. Kom op, Bok. Wow. Goed gedaan. Nu snel de koningin bevrijden. Oh, maar pas op. De keuken wordt bewaakt door een van de bewakers. Kijk, ze heeft een magisch wapen. Ik zei het toch, zij bewaakt de sprookjeskoningin. Daar komen we nooit langs. We moeten het magische wapen zien te stoppen. En nu maar hopen dat ik goed genoeg kan toveren. Abracadabra. Huh? Gelukt! Hij is open! Goed gedaan! Gaan jullie de koningin maar bevrijden? Dan wacht ik buiten op jullie. Waar zijn ze nou? Ze lagen toch hier? Het is gelukt! Ja! Oh, mijn vergieten! Ik heb echt overal gezocht. We komen u redden, o majesteit. Mij redden? Ja, kom maar mee. De tovenaar wacht buiten op ons. De tovenaar? Sue? Elsie? Waar hebben jullie het over? We zijn ontsnapt aan een hongerige krokodil. En een gevaarlijke draak. En we waren bijna veranderd in steen door de boze tovenares. Sorry, lieverd, maar ik heb geen tijd om te spelen. Ik moet eten maken. Maar, majesteit, de bewaker komt straks vast weer terug met haar magische wapen. Oh. We moeten gaan. Vlug. De tovenaar wacht buiten op je. Oh, nou vooruit dan maar. Uw gouden cape, uwe majesteit. Maar waar ga je me naartoe brengen? Zo krijg ik het eten nooit op tijd op tafel. Oh, u hoeft geen eten te bereiden. Ik neem u mee naar een restaurant.
naar een banket. Een banket? Ja, en ik denk dat het verstandig is als we onze twee ridders meenemen voor onze veiligheid. Yeah! Uw gouden koets staat voor u klaar, majesteit. Ik vond het een heel leuk spel, Zoe. Dat krijg je als je opa tovenaar is. Tik-tak. Kom mee, Pok. Kom, dan gaan we naar Elsie. Hallo, Zoe. Hoi, Elsie. Ik heb een nieuw spel. Mini pingpong. Oeh. Kom je dat met me spelen? Even aan mama vragen. We zijn aan het schilderen. Kom mee. Doe, mam. Alsjeblieft, mam. Tuurlijk mag je met Zoe gaan spelen. Ja. Fijn. Kom mee. Zodra we je boekenkast hebben geschilderd. Oh. Niet zo sip. Dat is in een uurtje klaar, hoor. Dat is zo om. Oh, oké. Okay. Sorry, Zoe. En daarmee wordt het ook hier op Radio Zee inmiddels 3 uur. Dus schakelen we naar Berend met het nieuwsbericht. Zoe, jij ging toch mini-pingpongen met Elsie? Ik moet een uur wachten tot Elsie haar boekenkast heeft geschilderd. Hoe lang duurt een uur? Echt precies? 1 uur? Echt precies? Tja, hoe zeg ik dat? Is dit... Waar had ik nou toch die... daar is hij. Tada! Mijn oude wekkertje. Dat het nog steeds doet. Goed, eens kijken. Volgens mijn horloge is het nu 3 uur. Goed, zie je dat de lange wijzer naar de 12 wijst en de kleine naar de 3? Dat betekent dat het nu dus 3 uur is. Nu gaat de lange wijzer het hele klokje rond terug naar de 12. In dezelfde tijd gaat de kleine wijzer maar een klein stukje verder van 3 naar 4. En dan is het dus 4 uur en zo lang is 1 uur. Precies? Ja, ik zal de wekker op 4 uur zetten. Dan weet jij wanneer het uur precies voorbij is. Fijn. Bedankt, opa. Misschien is hij toch niet helemaal goed meer. Huh? Hij is vast kapot. Ja, kijk, dat schiet op. Kom nou, je kunt het heus wel als je maar wilt.
uur. Elsie komt er zo meteen al aan. Ik zet het pingpong alvast klaar. Oh, zo laat al. Oh, help. Hallo, oma. Wat een haast. Het is al bijna 4 uur. Straks mis ik Super Oma, mijn lievelings tv-show. Is het al bijna 4 uur? Oh. Zo moet je niet pingpongen. Oh, waar heb ik die autosleutels toch gelaten? Waar zijn ze nou? Ah, daar zijn ze. Zo, jij bent blij dat ik weer thuis ben. Dat wil ik elke dag wel. Oh, ik had om 4 uur afgesproken met tante Zelda. Huh? Dat gaat ze echt niet leuk vinden. Ze houdt niet zo van wachten. 4 uur? Oh, ik heb Omi beloofd om boodschappen te halen bij meneer Zoe. En die gaat om 4 uur dicht. Je haalt het misschien als ik je daar even afzet met de auto. Dat zou fijn zijn. Heb je alles, lieverd? Oh nee, mijn portemonnee nog. Zat die wel in deze tas? Nee, mijn zwarte. Ga maar halen, dan start ik vast de auto. Opschiet, hè? En je hebt trouwens ook nog wat op je hoofd. Oh, gaat het wel? Ik geloof het wel. Het is nu vast wel bijna 4 uur. We moeten opschieten. Het spijt me. Oh, niks van de hand. Beetje water en die staan dadelijk weer gezellig te bloeien. Maar waar galoppeerde jij heen? Mam is te laat voor de afspraak om 4 uur met tante Zelda. En ik moet... Je hebt tijd zat. Het is pas 4:10. Oh, maar... Huh? Oh, rustig aan, lieverd. Het is pas 4:10. Oh, weet je dat zeker? Natuurlijk weet ik dat zeker. Ik zet hem iedere morgen precies gelijk. Oh, inderdaad. Maar hoe kwam oma er dan bij dat het bijna 4 uur was? Zo, helemaal klaar. Laat op de klok kijken. Maar wat is dit nou allemaal weer voor raars? Spreken wij dit pro... Waarom is Super Oma niet op tv? Omdat het te vroeg is. Te vroeg? Maar je wekker dan, in de keuken. Oh! Hoera! Het uur is voorbij. Ik geloof dat ik het al begrijp. Kom mee. Het is 4 uur. Elsie komt zo meteen hierheen. Dat denk ik niet. Ik denk dat een ongeduldig zebraatje de wijzers heeft verschoven. Oh. Ik dacht dat ik Super Oma ging missen. En ik dat ik te laat bij tante Zelda zou zijn. En ik dat meneer Zoe al gesloten zou zijn. Sorry, dat wist ik niet. De tijd gaat echt niet sneller als je de wijzers verzet. Dus het uur is nog steeds niet voorbij? Ik ben bang van niet. Je zult geduld moeten hebben en nog even moeten wachten. Oh. Hmm. Oh, nee. Ik heb een idee. Prachtig. Wat vind jij? Heel mooi, opa. Zo. Huh? Zo.
Elsie, maar het is toch nog helemaal geen 4 uur? Jawel hoor, mijn poppenkast is helemaal af. En mijn neus is schoongepoetst. Oh, en ik hoefde niet eens geduldig te zijn. Dat was omdat je met mij druk aan het tuinieren was en niet op de klok keek. Kom mee, we gaan mini-pingpong spelen. Deze is voor jou. Groen, mijn lievelingskleur. Ik ga winnen. Ik dacht het niet. Punt voor mij en 0 voor jou. Ik stond nog niet klaar. Deze telt niet. Nee toch, Pok? Probeer deze maar eens te raken. Zoe speelt cricket. Doe maar, Zoe. Schiet. Goal. Kunnen we hem nog plakken, opa? Ik denk het wel, Zoe. Ik ben goed in kapotte vaasjes plakken. Alleen, volgende keer moeten we eraan denken dat de woonkamer niet de beste plek is om te voetballen. Wat we hiervoor nodig hebben, is lijm. Maar waar heb ik die tube nou toch gelaten? Eens kijken. Nee. Zou het misschien... Ach, jongens toch. Ach ja, daar ligt hij. Bedankt, Pok. Opa, moet je kijken wat hier ligt? Nou ja, zeg. Die heb ik al lang niet meer gezien. Wat is het, opa? Dit? Een vliegenmapper voor reuzenvliegen. Oh, echt niet. Nee, natuurlijk niet, Zoe. Dit is een cricketbed. Ik denk... Geef niks, Pok. Hij doet het niet expres. Maar wat is cricket? Dat is een sport. Een van de mooiste die er bestaan. Het is wel wat ingewikkeld, maar het gaat ongeveer zo. De bowler bowlt of gooit een bal naar je die jij moet raken. Huh? Wauw, kom, we zoeken een bal. Mag ik dan met de bat? Ja, natuurlijk. Maar het lijkt me veiliger als we het buiten spelen. In de tuin. Er is pas echt veel ruimte op het strand. Het strand? Super! Ja, maar eerst moeten we dat vaasje nog plakken. Oh, dat is een goede keuze. Daar ga je geen Hey, moet je horen. Opa zegt dat... Zoe. Hallo, Zinnia. Hallo. Zinnia komt hier vandaag spelen. Oh, leuk. Ja, oom Xavier en ik moeten een belangrijk evenement voorbereiden. Als reclame voor de winkel. En we dachten dat Zinnia mooi met jou kon spelen. Dag, schatje. Dag, Zelda. Dag. En wat zullen we vandaag eens gaan doen? Zoe, wat is er met die vaas? Opa en ik hebben hem geplakt. Ik wist helemaal niet dat hij stuk was. Was hij ook niet, totdat, het was een ongelukje. Maar nu gaan we naar het strand, want daar staan geen vazen. Het strand? Oh, jippie, kunnen we piraatje spelen? Dan ben ik, de stoere piratenprinses der 7 zeeën. Op jacht naar schatten en... We gaan cricket spelen. Oh, wat is cricket? Nou, je hebt een bed en een bal. Doen piraten aan cricket? Oh ja, zijn ze dol op. En hoe moet het? Huh? Oké, de slagman staat hier voor deze paaltjes. De bowler? Dat ben ik. Ja, de bowler gooit de bal en de slagman moet hem raken. En alle anderen spelen piraat.
Nou, misschien daarna, maar daarvoor gaan al die anderen proberen om de weggeslagen bal te vangen. En als je hem vangt, is de slagman af. En dan komt de volgende. Maar als hij de bal een goede map geeft, gaat hij rennen. Waar naartoe? Naar dat paaltje daar. Iedere keer dat hij de overkant haalt, noemen we dat een run. En het team met de meeste runs, die wint de wedstrijd. Wie wil als eerste slaan? Ik wou piraatje spelen. Weet je, we spelen piraatje en cricket. De piraten, wij dus, tegen de volwassenen. Ja, jippie, wat een goede yes. Ja. Ik heb hem. Ja. Yes, uit. Goed gedaan hoor, Pok. Piraat, Pok. Ja. Ja! Ja! Tja, het lijkt inderdaad een echte schat. Maar hoe komt hij hier? Misschien achtergelaten door echte piraten. En wat als ze hem komen halen? Maak je geen zorgen, ik ben er. En ik zal je wel beschermen. Ja toch, opa? Ja, natuurlijk zo. Maar wat zullen we er dan zo lang mee doen? We kunnen hem niet hier laten. Zullen we hem dan maar naar het dorpsmuseum brengen? Die hebben er verstand van. Oh nee toch! De piraten! Nee hoor, volgens mij niet, Sinia. Jij blijft hier bij oma, Pok, de schat bewaken. Volgens mij zijn dat jouw papa en mama, Zinnia. Ik weet toch zeker dat het hier was? Waar is het nu dan? Het kan toch niet verdwijnen? Zinnia, lieverd. Jij was toch... Wat doe jij nou weer hier? Piraatje spelen en cricket. Cricket. Hebben jullie hier toevallig een grote kist zien staan? Ja. Vol met bikkers en borden, messen en vorken. Ja. We zouden hier een speciale barbecue geven voor een paar van onze belangrijkste klanten. Snap je, als een soort reclame voor de winkel. Hey, sta daar. Maar als we nergens van kunnen eten... Oh. Zeg je nou ja? Ja. Ja. Oh, gelukkig. Waar staat hij? Nou daar, op het cricketveld. Kom maar mee. Ik vond hem. Wat een geluk dat iemand die we kennen het heeft gevonden. Stel dat het een ander was geweest. Ja, al dat goud en zilver. Dat is geen echt goud en zilver. Gewoon mooi gemaakt plastic, dat lijkt op... Oh, doe even serieus, Xavier.
Goed, het feestje zou eigenlijk nog niet beginnen. Maar aangezien we al gasten hebben en borden en al het bestek, ja, kunnen we net zo goed nu al beginnen. Ja! Ja, wel! Xavier, wees eens lief en haal het eten. Kom maar, dan help ik je wel. En terwijl we wachten, spelen we nog even cricket. Ja! Cricket! Yes! Hoera! Yay!